Vlamingen, tot u spreekt nu de IJzertoren. Bedevaarders, ik groet u. Ik groet u, ware getrouwen. Ik ben uw ijzeren toren. Kijk noordwaarts, gij ziet mij. Luister, gij zult mij horen. Meneer de voorzitter, geachte IJzerwaken vrienden en strijdgenoten van volksvrijheid. Het is voor mij voorrecht om vandaag hier met u een boodschap vanuit Zuid-Afrika te brengen van die vrijheidsgezinde Afrikaners. Het thema van die bijeenkomst vandaag is Vlaanderen, Catalonië, Schotland, ja. Ik kan nog een volk daarbij voegen. Een volk van die Duitse familie, die boerenvolk van Zuid-Afrika. U herdenk vandag, die helde, wat hulle lewe gegee het vir vryheid. Ons is uitermate geëerd om aan hierdie herdenking deel te neem. Het Vlaams parlement heeft de democratische legitimiteit om namens Vlaanderen te spreken. Wat houdt en tegen om buiten de grondwet te treden en de ondemocratische grendels op te zeggen en tegelijkertijd de enige zinvolle onderhandelingen aan te vatten die over de definitieve en ordelijke opdeling van het Belgisch wangedrocht.
Vermoed.